Joder, toch. Hallo, allemaal. En zo gaan we dat voor de shit uit. En je had het vast nog niet in, want het is niet waar je in. Dat ging hard, hoor. Er zat een wiek in de hand. Het overhoofdje. Er zat een wijn in. En ze schopte de wijn in het glas. En er zat wat in. Zo'n lange paar... Mensen, dit is Fortuna Sittard stream. Oh, we hebben nu alweer één kijker. Fortuna Sittard stream. En, we gaan proberen om zo hoog mogelijk te komen. Gaan we ons in Europa League zetten? Nee. Check wie ACM en die gaan we eruit halen. Zetten we gewoon Vitesse zetten we erin. De Vitesse fans. We gaan niet op beginnen spelen, man. Ga weg. Wereldklasse, 6 minuten euro. Stadion neder. Huidige positie, OC neder. Ingeschakeld, verder gaan. Kom aan. Kom af, Tuna. Lang gaan proberen binnen te halen, jongens. We gaan nog een paar space binnen proberen te halen. Fuck of Jenny. Kassierhuis. Aanbod is voor Noah Lang. Denk ik dus ook. Je had het laag en daarna kan je altijd hoog komen. Dat is niet belangrijk, hoor. Kom maar. Noah Lang. Laat ook moment, mensen, laat ook maar reacties achter als voor een goede speler. Voor 3 jaar. Zie 3 jaar, jongens. Nog wel lang voor 3 jaar binnen. Zo, ik krijg zo meteen een fight. Opstaan, ja. Ik ga even naar de ring. Hoi, ga je even naar de ring?
Deutschland. Hoe gaat men zijn ene hier af te nemen? Wil je één ding proberen? Schuldnaam zijn, maar zijn je een beetje doof? Mensen, de vriendschappelijke wedstrijd gaan we simuleren. Ik vind het geen flikker aan. Als geluk hebben komen we verder en anders niet. Dan hebben we pech, gaan verder in de carrière. Als we hem in het teams moeten doen, zeg het en laat het achter een reactie. Oké, helaas zijn we niet door in de beker. Hij is niks, hij is ook niks en hij kan op zich. Ja, gaan we proberen. Bukus. Oeh, afgewezen, jammer. Ik kan graag, ik had hem heel graag geaccepteerd. Wat moet jij? Thomas Achipong, Coat. Coat kan uitgeleend worden voor 1 jaar. Dat gaan we doen. Frank Achipong. Die gaan allemaal uit. Lekker Achipong. 66. Ja, kijk. Die gooien we eruit, die gooien we eruit. Nou, voor deze week gaan we proberen. Ik denk iets van hem. Ja, dat is niet weg, jammer. Achipong. En wat moet jij? En jij, Jansen? Achipong. Kandidaat. Oké, hij is wel belangrijk. Kom maar. Thomas Achipong. Thomas Achipong, gaat die komen, ja of nee? 3 doezel? Ja. Drie doezel. Schrik aanbod, Achipong is binnen, dames en heren. We hebben Noah Lang en Achipong. Die twee hebben we binnengehaald. Mensen, laat het achter in de reacties hoe hoog jullie denken dat Fortuna Sittard gaat eindigen. Met echt en FIFA. Goed, is uitgeleend, dames en heren. Met
twee spitsen. En Noah Lang. Dit is Noah Lang. Dat doen we Frank Achepong. Smeets. Maandags jeugdscout verslag. Wat een rotzooi. Even weer laten trainen. Misschien hebben we hiermee iets meer geluk. Scout uitgezet. Gaie. Oeh, Stokkes. Ik denk dat ik maar linksbuiten weg moet doen. Dat was in gevaar. Even deze twee gaan wegdoen. Doe deze maar uitlenen. De eerste wedstrijd is tegen Excelsior. Fortuna Excelsior. Hutter gaat eruit. Voor Noah Lang. Hij gaat eruit. Smeets gaat eruit. Voor Frank. Oh, twee. Thomas Achepong. De middel. Stop eens. Oké, lekker jongens. Een beetje uitvallen, maar oké, kom wel goed. Ja. Lekker de middel. We hebben hier geen kleine geitjes, hoor. We gaan weer. Excelsior, de eerste wedstrijd voor vandaag. Hallo allemaal, en wat mij betreft hoor jij daar ook bij, Jury. We zijn vandaag aanwezig bij de openingswedstrijd van de competitie. Dankjewel even, ook leuk dat jij er bent. Excelsior, verdurig zit ook. En dit is de formatie waarin Excelsior van start gaat. De trainer kiest voor 4-5-1, dat is ook erg verdedigend. Dat is erg verdedigend, Evert. Alleen, ze spelen op het middenveld dan wel met punt naar achteren. Dat betekent twee iets aanvallendere middenvelders. En ja, die zouden misschien voor wat extra gevaar kunnen zorgen. Maar voor de rest is het... Even kijken, van dat er nog niks in. Een vrij verdedigend opstelling.
En dit is de formatie waarin de bezoekers van start gaan. Deze trainer heeft gekozen voor 4-3-3. En ja, een belangrijke rol lijkt mij weggelegd voor de buitenspelers, toch? Ja, een belangrijke rol voor de buitenspelers, maar natuurlijk ook voor de rest van het team. Zij moeten die buitenspelers in 1-1. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. We hebben vandaag een debutant, Jury. De trainer zegt eindelijk de juiste man te hebben gevonden om de aanval te versterken. Ja, en volgens mij heeft hij daar gelijk in. Ze zijn in de transferperiode hard op zoek geweest naar een nieuwe vleugelspits. Ja, hij wist de snelheid en een goede voorzet in de ploeg. Dus deze nieuwkomer zal daarvoor moeten zorgen. Gevaarlijk. Schietbal van dichtbij. En de bal gaat erin. Heel goed gedaan hoor. Ja, en hiermee staan ze voor. Ja, de wedstrijd is nog niet gespeeld. Maar de tegenstander is wel met een antwoord komen, Evert. Was een mooie goal voor ze. Heel goed voor van de keeper. Lafina, kom op niet hoor. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Oh, wat ze messen. De aanval niet dood en de tegenstander mag man, het opnemen. Schoonwijs. Daar zit de tegenstander tussen. Hier heb je hem weer. Kom dichter in de buurt van het doel. Kom op, Fortuna. Als tegen Excelsior niet kunnen winnen, dan gaan we vrij laag komen. Ik kan dat voor schoon. Dat moet een doelpunt worden. Daar is het voor. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Ach je pom. Gewoon schiet als je de kans krijgt en zoveel scheelt het toch. Ach je pom. Nee, absoluut. Hè. En met iets meer geluk Steven. Schiet je de gelijkmaker binnen. Hulp ze mee. Dat is een lekker balletje. Hij gaat binnen door en dat kan gevaarlijk worden. Het gevaar wordt afgeslagen. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Mensen, vergeet niet te abonneren en te reageren en te liken. Ze hebben de bal veroverd, kijken wat ze ermee kunnen. Goeie tackle van de bal. Bruins. Was dat nou wel lang? Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Die wordt weggestuurd. Mooi gedaan. Lekker jongens, mooi uitgespeeld. Het zou me niet verbazen als ze nu overheen gaan. Was fighter. Als het doel zo leeg is, is scoren de fluitje van een cent. Ja, als je deze kans had gemist, dan waren die beelden de hele wereld over gegaan, denk ik. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Wat een goal, jongens. Fortuna, Excelsior. 1. Massoud. Zo goed. Verdediger blijft kansloos achter. Gevaar geweken, de bal is weg. Ach je ponk, ik weet wat je doet. Massoud! Jezus, en kijk dus wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even op de streep trekken. Lang. Noah. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Spannend hier in Rotterdam. Hij wil niet. Lang.
Pinto. Absoluut goed gekozen. Dimas. Dat team trekt naar binnen op zoek naar een kans. Ja hoor, goed gevallen. Helaas. Keeper reageert prima op die voorzet. Teleurstellend optreden van deze speler. Je zou beter verwachten, toch? Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Bal voor het doel. Dat leek een goede paas, maar helaas. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Er lag ruimte voor een snelle tegenstoot, maar die kans is nu verkeken. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. De actie binnen door, op zoek naar het schot. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Smedo. De bal gaat uit. Inworp. De bal wordt voor het doel gebracht. Zo, Smedo. De bal goed, ja, dan maak je het doelpunt van het jaar. En nu sta je in een beetje. Blijven kijken naar de bal. Dan heb je kans dat je hem goed raakt. Ja, dan maak je misschien het doelpunt van het jaar, zoals je zegt. Lang. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Schot gelost. Zo. Wat een sensationele goal. Wat een heerlijke goal. En het is opnieuw gelijk. Mooie wedstrijd hoor. Waar gaan ze heen? Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. De voorzet is goed, nu het vervolg. Lekker verdedigd jongens. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Ze kiezen voor de lange variant. Wordt dit wat? Hij gaat er niet in. De eerste helft is gespeeld. 2-2. 2-2, het is rust. Wat een wereldgoal van deze mooie spits. De laatste goal was een wereldgoal, wat een omhaal. Ja, maar we gaan kijken als we die wereldgoal nog een keer kunnen terugkijken. Die periode dat hun land is gaan, daar staat dus een beetje tussen. Die is van mij deze. We kijken straks wel terug naar de wedstrijd. En het regent hier nog altijd, Juri. Ja, we gaan de tweede helft in. Op een zeer nat veld. Ik ben benieuwd hoe lang dat het gaat. We landen in Spanje op de luchthaven. Hij kan u niet meer missen. Dan schiet hij. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Dat zou ik zeggen. Dat lijkt niet bij kom, stap het pieter naar huis. Ze hadden zomaar op achterstand kunnen staan, ja. Maar ja, weergaloos keeperswerk, stak daar een stokje voor. Daar is het schot. Dat is een makkelijke prooi voor de keeper. En hier is nog wat transfernieuws erop. Die wordt weggestuurd. In de speler, sorry. Zomaar het balbezit weggegeven, het lijkt wel amateurvoetbal. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Smedo. Hij probeert het binnendoor op zoek naar dat ene. Komt dat schot? Lekker. Dat is dus nummer 3 alweer. Wat is die jongen op dreef, zeg? Hoi. Nummer 3. En dat maakt een hat-trick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. Hoe vaak koffies. 3-2. Wat gebeurt er nou? Je stapt in het vliegtuig. Ja, maar voordat ik in dat ding zit. Je loopt hier in Nederland loopt door een slurf. Je merkt niet eens dat je het vliegtuig inhaalt. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander heeft hem toch weggewerkt. Dan merk je niks van, want dan is het wel dat je in een auto zit. Nou, daarna slaan je mijn merk, dan slaan je mijn
tegenpartij. Balbezit gespeeld. Dat is als de A-team, oma. Er is iemand mee, dus hij heeft de mogelijkheid om de bal af te spelen. Lekker geraakt. Ai, wat scheelt het. Prima poging in de jacht op de gelijkmaker. Wat een wedstrijd, dames en heren. Spannende wedstrijd. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Mogelijk een goede kans hier. Die gaat binnen door en dat weg is weg, denk ik, keeper. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Ja, deze, komen ze dan zelf af. Herings. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Schoonbus. Schoonbus, maar... Als spannend was het, dames en heren. Dat doen we niet. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu is hij dat ze de achterstand kunnen wegwerken. Hij staat alleen en geen teamgenoot in de buurt. Ach, je Spits kreeg de bal niet voor op zijn voet, denk ik. Het was een schapschot. Die is voor de keeper. Slimme inveep op het middenveld en wisseling van balbezit. Daar is het balbezit. En nu? Die bal is een prooi voor de tegenstander. Ja, dat kan ik daar ook huren. Wat denk je? Wat Angelique kan daar maken? Aangekeken. Die bal lijkt de juiste snelheid te hebben. Ach, pom, wat doe jij? Eentje hoor voor de doelman. Vallen in de opnieuw. Misschien moeten we een speciaal papier hebben vanuit Den Haag. 10 minuten hebben we nog te gaan. Het thuispubliek van de provincie Zoveel is wel duidelijk. Ja, ze laten zich flink horen. Mooi gedaan. Opgelost. Daar is fucking hell. Dat lijkt me niet helemaal verdiend, Doei. Nee, deze stand doet geen recht aan het speelbeeld. Maar ja, bij voetbal wint nu eenmaal niet altijd de sterkste. De stand is weer gelijk. Een fantastische wedstrijd. Prima gestoken, zo lijkt het. Wat Fortuna. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. De bal wordt in de 16 gebracht. Terug in het veld via de paal. Er zijn nog 5 minuten officiële speeltijd te gaan en de stand is gelijk. Bruins. Ik zou tot nu toe nog sterker dan Fortuna, jongens. Hoe kan dat? Nou, dat kan gevaarlijk worden. Kan het gebeuren? Gaat het één punt worden? Hij is er bijna. Het schot levert niet het gewenste resultaat op, maar wat was het een belangrijk moment? Als de bal erin was gegaan, hadden we een hele andere wedstrijd gekregen. De coach gaat wisselen. Wie gaat erin komen? Smedo. Lekker. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Die bal is voor de tegenstander. Shit, we krijgen een vrije trap. Nee, daar steekt de verdediger een stokje voor. Uitstekende ingreep. Dat had het als je denkt dat het een gelijkspel gaat worden, onterecht. Daar komt
Die kut. Of verdediging. Nou zie je, het is 1-1 geworden. Kut. Onterecht, maar het is niet anders. Doe naar PSV. Dames en heren, dat was de stream van vandaag. Laat een reactie achter. Of je niet abonneren, reageren. En later.